famkes van het hostel van Hostel Forte, van Jarta, waar ik krijg ook aan ben. Je hebt mijn mooie naam nog in een liedstrand hier. Hè? Echt liedstrand, zie je, een soort van privéstrand. En het is toch wel heel cool. Het is toch wel heel cool. Petra, say hi. Hi. Hola. Hola. Hij krijgt een oer als een ren wist. Hoe steent hij zijn oor kaaien? En we verwachten hier een waterval. Maar het water is er net. Het water is er wel, maar geen waterval. Goedemorgen. We beren. Ja, ik ben buiten adem, want we hebben een hele rooslachte reg. Het is donker. Want het is zonnemaas. En ik ben juist hier uitnodigen om mooi te gaan de berg op. Terug aan, hè? Je hebt me uitnodigen. Want hier maakt de zinsopgang heel mooi wijzen van de boppenkant van de stad. Dus ik ben bereid. Het binnen miljoen trappen. Dus dit is lekker een behoorlijke workout. Ik ben bereid wat het uitzicht naast is. Het gaat even duren. En het gaat vooral heel wat energie kosten. Maar we binnen het. Dit is het uitzicht aan de achterkant. Hier komt haast een zin op, maar we kunnen hier aan alle kanten Puerto zien. Puerto Vallarta van Boppa. Dit is het centrum. En vooral bij de locals ben je in de vierde. Wat niks echt. Ergens beneden. Daar is het hostel ergens. Wat net zegt. Het is ondertussen een heel skoftje verder. Want er wie even net rekening houden met het feit. Dat de zinnen opkomst dat we jou achten. Maar dat die achter de berg waar komen met. Dus we binnen hier een heel schoft aan het klommen. Het verrekte kaartje bovenop. en we wachten maar. En de zinnen komt al op in de stad. Maar we hier zijn oren langs die bekend. Dus we hier helemaal net in donker naar boven hoeven. Maar de zin is er dus nog steeds net. Die is er ergens achter de bergen, achter de wolken. Ergens komt die. Maar we vinden er eigenlijk wel clear mooi. En misschien wachten we er nog iets meer op. Dit is dus wel weer een mooi verhaal. Groot succes. Maar we hebben wel mooi uitzicht. En we binnen betiet uit. Ah, het is eindelijk zover. De zinnen. Goedemorgen. Puerto Vallarta. Let's go. Over there. Wait, guys.
come out of your house. Go sleep. Wow. Ik zit maar even een rondleiding aan in het hostel. Waar ik ben, Hostel Vallarta in Puerto Vallarta. En ik begin deze keer op het dak. En dit is waar iedereen het meest leeft. Dit is ook waar de keuken is. Het is wel een leuke chill ronde. Allemaal gratis pancakes in de morgen. Iedereen die wat bezig is. De meeste kunnen hier een schildering binnen. Heel cool. En het is alleen nog net echt een. Het is een gezellig plak, maar muziek. Het is net echt een goed plak om te werken. Dus ik hier nou eens kijken naar een restaurantje om te werken. Zie je dat ook, Fineke? Dit is een beetje de binnenkomst. En de receptie. En het zijn alweer links en rechts alweer kamers. En dan is hier weer een soort van chillronde. En al je trouwens wel vet mooie schilderingen op een morgen. Overal is versiering, maar dat is ook wel typisch een beetje de hostels van Mexico. En dan echt overal. Overal de schilderingen. Hier van naar boven, dan is de onderneek, daar sliepen alle vrijwilligers. Oh, hier hebben we een yogales. Dit is de tv-ronde. En dan is daar een kamer en daar ben kamers. En dit vind ik een prachtig schildering. En daar loopt dan ik nog eens niet te sliepen. Dat is een beetje gek voor een hostel op een gang. En dit is dus een balkontje. Met twee hangmatten. En dan hier in de kelder. Daar helemaal onderin. Daar is dan mijn kamer. Dit is nog maar net zien, want er ben nog mee eens te sliepen. Ja, dit is het hostel. Pajuelé. I love you. Mm-hmm.